En wat is in jouw ogen echt Rotterdams nieuws? De mensen die Rotterdam maken, de mensen die op straat ziet lopen, fietsen, hun hond zien uitlaten. Ja, dat eigenlijk. Dat weet ik ook niet zo goed. Gewoon de Rotterdamse samenleving, hoe zit hier in elkaar en hoe doen we het met elkaar? Dat is Rotterdams nieuws. Waar zou je een keer een nieuwsitem over willen zien? Ik denk meer jongere mensen met nieuwe ideeën. Andere mindset. Nou ja, ik moet zeggen, ik kijk sowieso niks op de omroep, dus ik zou het niet echt weten. Armoede. Ik bedoel, als je over straat loopt, zie je... De meeste mensen zien de armoede. Je ziet mensen op straat liggen, je ziet ook mensen slapen op straat. En dat is een kant die niet echt belicht wordt. En welke onderwerpen verdienen meer aandacht in het nieuws? De omgeving. Wat groener zou ik fijn vinden. Meer aandacht voor elkaar. Dat is eigenlijk, daar komt het wel op neer. Wat houdt jou hier bezig in Noord? Nou, vandaag ben ik in mijn atelier aan het werk. Ik ben een collega. Ben ik aan het helpen vandaag met visuals te maken voor haar theatershow. Nou, in mijn leven speelt momenteel dat ik werkloos ben geworden door een... door ziektes. En wat ik probeer is mijn steentje bij te dragen aan de wijk ook. Dat ik waarschijnlijk moet gaan verhuizen omdat mijn huur te duur is. En misschien ook uit Rotterdam moet verhuizen om die reden. Kleding maken, werken, mijn hond lekker uitlaten, de buurt verkennen. Met de mensen bezig zijn, want ik ben ook sociaal. En welke onderwerpen komen allemaal aan bod tijdens het knippen? In ieder geval gaan we stemmen volgende maand. En eigenlijk is daar te weinig over bekend. Iedereen is iets van met alles wat er gebeurt, de oorlogen. Je moet ook een keer gaan stemmen. En dat is heel vervelend, want na 12 jaar Rutte is het echt tijd voor een andere wind.